Kiosk. Die Oostenrijkse vorst, Jozef II, was zo tevreden met de kaarten die ik had getekend, dat hij mij de titel van de adellijke titel heeft gegeven. Namelijk de Ferraris. In Landegem stelde Ivo Verhagen zijn computerspel De Nevelen Ontsluierd voor. Dit is een spel voor kinderen in het lager onderwijs en zo leren ze het erfgoed van de gemeente kennen. We bedachten eigenlijk dat als we het erfgoed in de toekomst willen bewaren, dat het het beste is dat we daarvoor de jeugd aanspreken en dus de jeugd bekend maken met wat er hier in Nevelen nog aan erfgoed aanwezig is. Centrale figuur in de Nevelen. Een generaal uit het Oostenrijkse leger die in de 18e eeuw Vlaanderen in kaart heeft gebracht. Hij komt terug naar hier om die kaarten te updaten. Maar de zaken zijn zo complex geworden allemaal dat hij er eigenlijk niet uit wijs geraakt en vraagt dus aan de jeugd om mee te helpen. Ondertussen wordt men geconfronteerd met vroeger en nu, met de restanten van vroeger en de linken worden permanent eigenlijk gelegd met de toestand nu en de toestand vroeger. Ivo Verhagen heeft deze game ontwikkeld voor de VZW Wende, een vereniging die het erfgoed in Nevelen niet wil zien verdwijnen. We hebben het dus op 1000 exemplaren geprint. Staan mij toe van te zeggen wij, dat wil eigenlijk zeggen dankzij onze sponsors, want heel dit project is gesponsord door Leader. Ook door Comeet, ook door de gemeente, ook door de provincie van Oost-Vlaanderen. Die hebben ons allemaal financieel geholpen om dit initiatief van Wende, dus de actiegroep, waar te maken. En die 1000 cd's, daar blijft het eigenlijk bij. Maar, geen nood, als die 1000 cd's op zijn, zullen we een plaats opzetten op het internet dat het spel kan gedownload worden.